Beste kijker, hartelijk welkom bij Mediacommentaar. Vandaag een commentaar over de Syrische Vredesconferentie in Montreux. Dit commentaar is afkomstig van de AGB, de Antigenocidebeweging, een internationale inlichtingenbeweging die gevaarlijke ontwikkelingen, die bijvoorbeeld tot genocide kunnen leiden, tijdig tracht aan te tonen. De AGB staat ook dicht bij het volk en zij roept algemeen op tot meedenken en begrijpen. Vooral voor de Arabische lente en de dwangmatig gestuurde ontwikkeling van de totale wereldsituatie doen zij een oproep. Ik lees hun statement: Wij roepen de wereldbevolking op tot het nuchter meedenken en begrijpen. Het is beslist geen toeval wanneer alle schijnbare inspanningen voor een Syrische of Arabische lente tot een steeds groter chaos leiden. Talrijke, niet te weerleggen bewijzen, getuigen ervan dat juist een algemene chaos onder de wereldbevolking het doel is van de humanitair militaristische agitators en degenen die bij hen zijn aangesloten. Hun ingekochte huurlingen storten hele volken in chaos. Orde uit de chaos luidt daarbij hun onherroepelijk duister plan. Een leidende klasse die naar de wereldheerschappij streeft, bewerkt al tientallen jaren bewust chaos onder de volken. Hun doel is, de volken moeten zodanig gedestabiliseerd zijn en onregelbaar worden, dat ten slotte... De hele wereld schreeuwt naar een sterke hand die voor vrede, rust en orde zorgt. Deze schreeuw wil die leidende klasse die de chaos organiseert en naar de wereldheerschappij streeft, beantwoorden als zijnde de redder. Hun vastgelegde doel is hun bestemde wereldheerster, hun wereldreligie, hun elektronische wereldvaluta. Zijn het de Amerikanen die zulke doelen vastlegden? Zijn het de Israëlieten, de Engelsen of de Fransen die zoiets doen? Nee, nog de een, nog de ander. Want het Amerikaanse volk wil niets anders als vrede. Het Israëlische volk wil vrede. Ook het Engelse en het Franse volk wil vrede. Ieder volk van deze aarde wil uiteindelijk in vrede leven. Wie dat echter. Beslist niet wil, is deze internationaal handelend en leidende klasse die onophoudelijk werkt vanuit hun duistere hinderlaag. In het totaal zijn slechts duizend mensen uit de toplaag en zij zijn ook in het bezit van bijna alle wereldfinanciën. Door deze financiën sturen zij naar eigen goeddunken de volkeren in de chaos. De grootste wapenconcerns van de wereld zijn in hun bezit. Daarmee sturen zij de gehele legermachten naar eigen goeddunken. Daarbij komt trouwens nog dat de meest essentiële en grootste concerns van de wereld naar hun hand staan. Het gaat over massamedia, farmaciebedrijven, de voedselindustrie, olieconcerns enzovoort. Ook politici van alle strekkingen, ja zelfs vorming en rechtssystemen zijn daardoor. In hun afhankelijkheid terechtgekomen. Hun economische macht domineert de hele politiek van het westen en nabije oosten. Dit werd pas weer opnieuw bewezen bij de Wereldeconomie Forum in Davos. Wie dit wereldheerschappijplan echter op tijd kon doorzien, waren Irak, Libië, Syrië enzovoort naast Iran, Rusland en China. Nooit zouden de laatstgenoemde grootmachten zich daarom onderwerpen aan de geplande nieuwe wereldorde van deze leidende klassen van samenzweerders Ook nu niet, als deze elite steeds meer als de wereldverlosser nabij komt en stabiele wereldvrede en welstand voor allen in het vooruitzicht stelt. Geachte kijkers, wanneer deze zienswijze van de AGB klopt, dan zou het voor u, en zelfs voor iedere politieke, economisch of religieus onkundige voortaan gemakkelijk moeten zijn om de verdere ontwikkeling van de wereldtoestand te voorspellen. Iedere inspanning voor financiële redding, voor religieuze vrede of wereldvrede zal alleen nog in grotere chaos onder de volken leiden, totdat er een wereldwijde schreeuw naar die ene grote en sterke wereldrijder zal zijn. Maar landen zoals China, Rusland, Iran, enzovoort, die de achterbakse werken van deze leidende klasse, strevend naar wereldheerschappij, hebben doorzien, deze landen zullen op alle mogelijke manieren in discrediet worden gebracht, gelasterd en in de modder gestampt, totdat zelfs een derde wereldoorlog tegen hen gerechtvaardigd schijnt. De AGB stelt voor, geen enkel leger op deze wereld zal zich aan deze chaosdrijvers nog langer ter beschikking stellen. De wereldbevolking mag het in deze uitzending gezegde opmerkzaam gadeslaan en zelf beoordelen of het er ook zo aan toe gaat. Nog een stemmige avond gewenst en beveelt ook u ons verder aan? Tot de volgende keer.